Yo, hallo dames en heren, leuk dat jullie kijken naar een splitsplinter nieuwe video. En vandaag ben ik dus op mijn stage. Ik mocht een video maken en dat is hartstikke leuk. Vandaag ga ik iets uitkiezen uit ondertussen.nl. Dat is dus een site dat je dus allemaal leuke weetjes en dingetjes kan zoeken. Het is dan ook de 16 bewijzen dat dronken vreselijk is. Laten we gewoon de eerste foto bekijken. Je mag niet de keuken in als je dronken bent. Ja, dat zie ik inderdaad. Een broodrooster met macaroni erin. Dat gaat zeker goed, dat weet ik zeker. Nee, dat is niet handig. Ga naar de volgende foto, dat is foto 2. En dat is dat je dus schroeven ziet en een hamer. En iemand heeft geprobeerd, blikje, om dat open te maken met een hamer en een schroef. Nou, daar heb je dus spullen voor. Dat heet een... ik weet niet hoe dat heet, maar dan kan je zo draaien op een blikje en dan kan je hem ook gewoon openmaken. Dus ik denk dat dat het beste is, want dit ziet er niet echt heel erg goed uit, zeg maar. Hier, dus ook wel een mooie foto. Dat zou ik ook zeker doen, zeker weten. Wie heeft het in zijn hoofd om een vlindertje dood te maken en dan te zeggen van ja, nou die mag je hebben, dat is mijn beste cadeau ooit. Op een papiertje leggen. Nou, dat ga ik een keer doen, vind ik wel leuk. Ga ik een keer als cadeautje een vlinder dood maken. En dan ga ik dat op een papiertje doen. En dan in een envelopje. En dan stuur ik naar mijn moeder van... Nou, gefeliciteerd mam. Dat is ook zielig natuurlijk. Als je huisdieren hebt en je bent dronken, dan vergeet je al die dingen. Dus deze foto zegt eigenlijk dat je dan gewoon je hond vergeet. Want die heeft ook natuurlijk eten nodig. En ja, die krijgen dat niet. Dus dat is niet zo hartstikke fijn. Nou, volgende foto. Zeker weten. Ja, dat kan ook natuurlijk. Gewoon een pizza bezorgen. En dan geeft hij McDonald's. Ja, zo, die man die lijkt op Tube totaal. Oh my god, oh. Deze is ook leuk. Zeker weten. Een, ja, wat moet het voorstellen? Ik vind het wel een beetje een rare foto trouwens. Ah, het is gewoon een wc-rol. En daar hang je dan je oorbelletjes aan. En dan, ja. Als je dronken bent, wat voor dingen verzin je dan? Serieus. Dit is toch niet normaal? Nou, ik vind het eigenlijk wel leuk staan. Ik denk dat ik thuis ook even die oorbelletjes aan mijn wc-rol hang. Dat is misschien leuk. Ja, inderdaad. De koelkast. Als je goed naar deze foto kijkt... Zie je dus twee schoenen in de koelkast staan. Ik weet ook niet waarom. Maar blijkbaar als je dronken bent, dan doe je dat. Dan zet je het in de koelkast. Hè? Kijk, als je nou een schoenenliefhebber bent. Weer schoenen trouwens. Dan, ja, dan hang je hem gewoon aan de lamp. Ja, wat is dit jongens? Wie heeft dit bedacht? Oh my god. Oh. Kijk hier. Jezus zeg. Iemand heeft dus gedronken. En die heeft dus een lamp neergezet. En aan dat, aan die lamp, daar zit zo'n draadje en dat doe je in een stopcontact. En dan een slotje en dan doen ze hem doorheen. Dus dat ze eigenlijk die schoen niet zomaar kunnen meenemen. Want dan moet ze heel de lamp meenemen. Dat is wel handig. Ga ik ook thuis doen. Ik ga alles gewoon thuis even kijken of dat lukt of gaat. Maar dat is natuurlijk wel hartstikke leuk. Zeker. We gaan naar de volgende foto. Dat is foto 9. En ja, als je dronken bent, ja, dan stoot je wel iets tegenaan natuurlijk. En dit is de klok. Ja, en wat staat erop? Dronken, jij weet niet wat de tijd is. Ja, inderdaad, als je dronken bent, dan is de tijdsbesef is bijna weg. Dus dat is gewoon, dat is er gewoon niet meer bijna. Die is zeker grappig. Ik begrijp helemaal geen tering. Maar ik vind hem hartstikke grappig, hè? Altijd gewoon even lezen. En dan begrijp je het wel, maar ik begrijp nog niet. Maar dat maakt niet uit natuurlijk. Ja, als jullie hem begrijpen, schrijf even in de reacties wat ze daarmee bedoelen. Want ik begrijp er helemaal niks van. Dat is met deuren. Ja, als ik dronken ben, niet dat ik vaak dronken ben. Ik ben helemaal niet dronken trouwens. Dan loop je gewoon tegen de deur aan. Dan rijd je er gewoon tegenaan. En dan doe ik ook altijd bij stage. Pak gewoon even de deur. En dan denk ik van nou... Laat ik gewoon even de deuren omrammen. Dat is leuk, toch? Ja, dat kan gewoon hier, hè? Ook wel een grappige. Dat heb ik ook een paar keer gedaan, hoor. Dan ga ik gewoon even in de kast zitten. Of in de la. En dan,
En dan ga ik daar liggen en dan slaap ik tot morgen. En dan denk ik van, nou, waarom zit ik dan weer in de kast? Born. Ja, als je dronken bent, dan, ja, dan word je geboren in een reet van een nijlpaard. Tuurlijk. Hè, dat kan gewoon, hè. Een kalender zie ik nu. Je maakt slechte plannen voor de toekomst. Ja, die is ook wel grappig. Ik weet niet wat ik ervoor moet zeggen, maar hij is wel leuk. Hij is zeker leuk. We gaan naar de volgende. 15. Ja, die is ook wel leuk, zeker. Die is ook leuk. 15 is sowieso leuk, hè? We moeten een beetje erom lachen, jongens. En nummer 16, dat doet iedereen natuurlijk. Die laat even zijn chocolaatje op. En dan, ja... Dan eet je hem op, dan heb je meer energie, snap je? Dat is het idee ervan. En dat doe ik altijd, elke avond. Dan laat ik even mijn chocolaatje eerst op. En dan eet ik hem lekker op. En dan is het zo lekker. Dan denk ik echt van, yes, nou voel ik die energie wat ik krijg. En dit waren dus de 16 foto's. En ja, ik heb veel geleerd in deze video. Trouwens, ik moet in een kast gaan zitten. En ik moet een chocolaatje opladen. We zijn lekker slim geworden vandaag. Hartstikke fijn. Ga gewoon naar ondertussen.nl. Staat in de beschrijving. En kijk gewoon even als je iets leuks ziet of iets anders. Want er zitten hele rare weetjes en dingetjes bij. Als jullie hem nou leuk vonden, doe dan even dat duimpje omhoog. Want dat is leuk. En dan raak ik gemotiveerd. En dan maak ik meer video's. Ja, nou, ik maak eigenlijk elke donderdag en vrijdag video's. Maar dat maakt niet uit. Het gaat om het idee, mensen. Zeker weten. Plaats een leuke reactie en zie ik jullie weer later. Trouwens, even abonneren. Ik heb bijna de 400 abonnees. Doei, doei.